aantal weken geleden werd hij nog weggestuurd door een NS-medewerker. Maar nu neemt hij revanche. Ruben Heyanoussa, hij houdt een jam-sessie bij de piano in de stationshal op Den Haag Centraal. En Ruben speelt al vaker met een groep in Amsterdam, maar nu ook in Den Haag. Ja, voor mij het is niet echt een probleem, zeg maar. Maar ik vind het wel een beetje heel gek dat die meneer ineens de klep dicht deed en zo. Maar dat is niet, ik vind het best wel erg. En nu worden de muzikanten niet gestoord. Coldplay, Bruno Mars, Snow Patrol. Er komt van alles voorbij. We willen zeg maar proberen met een groep proberen in Den Haag. Want vorige keer zaten we in Amsterdam Centraal met een groep. Samen te jammen en zo. We proberen ook in Den Haag. Maar het is wel gewoon leuk voor het publiek en zo. Mensen aantrekken. Wil je de volgende keer meedoen met de jam sessie? Neem dan contact op via Rubens YouTube kanaal RBN.